De nieuwe ambassadeur van China, Li Kuan, heeft gisteren op het presidentieel paleis zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Desiree Bouterse. Het staatshoofd was daarbij vergezeld van de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Bigli, de first lady Ingrid Bouterse-Waldering en enkele leidinggevenden van het ministerie van BUSA. Na de ceremoniële plechtigheden hebben de president en de diplomaat in bijzijn van de BUSA-minister gesproken over de bilaterale banden tussen beide landen en de stappen die ondernomen zullen worden om de onderlinge samenwerking te verstevigen. De ambassadeur gaf aan bijzonder onder de indruk te zijn van de culturele diversiteit in ons land. Ook de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan heeft een afscheidsbezoek gebracht aan de president. De diplomaat die sinds 2015 in Suriname gestationeerd is, vertrekt eind september.